We staan hier bij de pastorie in Meel, want James woont inmiddels al meer dan een half jaar in Meel. En wij gaan vandaag even vragen hoe het met hem gaat. Nou James, je bent inmiddels al meer dan een half jaar hier in Meel, hè? Sinds juli vorig jaar geloof ik. Hoe gaat het nu met je? Gaat heel goed. Ik ben eigenlijk nog steeds verrast door de welkom, de acceptatie, de warmte die hier ik krijg. Helemaal heel mooi. Steeds mensen zeggen het, oh, dus, vinden ze het mooi. En ik krijg je elke dag, hè, bijna elke week, 3 keer of 4 keer een compliment. Zo, dat is heel goed. Ja, en van wie krijgt je die complimenten? De mensen in de kerk komen, meestal van hen. Hè. Ja. Zij vinden het mooi dat ik hier gekomen ben. Zij vinden het prettig. Ja, zo. Nou, dat is wel heel fijn om te horen, denk ik. Ja, ja. Ja, en zijn er ook dingen die anders zijn in de kerk hier in vergelijking met Vught? Merkt u iets dat de mensen anders zijn? Of? Nee, meestal. Het is wel anders als Meel. Als Vught. In Meel is het anders. Mm-hmm. Algemeen is bijna, parochianen zijn bijna een beetje hetzelfde. Ik mis eigenlijk niet zoveel van Vught, moet ik zeggen. Ik heb wel, als ik langs mijn huis in Vught ga, dan word ik een beetje emotioneel. Hè? Zoiets. Mm-hmm. Dat heb je wel, maar. Want je hebt daar 10 jaar gewerkt, hè? 10 jaar gebleven, gewoond. Ja, dat is wel een tijd, ja. Maar de andere kant, hier is het wel heel interessant. Ik leer elke dag, elke week nieuwe mensen, nieuwe dingen, activiteiten. Dat blijft interessant, heel mooi. Ja, en komen hier ook meer mensen naar de kerk dan in Vught? Of hoe is dat verschil? Het is toch een wat kleinere. Ongeveer hetzelfde. Oké. Okay. Ja. Ja. Oké. Okay. En heeft u ook nog iets bijzonders meegemaakt in deze gemeente? Waarvan u echt zegt van nou, dat is me wel opgevallen hier. Ja, dat is net zoals ik zeg. Elke keer goede complimenten, dat soort dingen. Een paar dingen wel, kan ik het wel zeggen. Heel, heel bijzonder, heel, heel speciaal, zeg maar. Ik ging mensen bedienen, ziekenshalving geven. Mm-hmm. Eén keer, meestal, soms zijn ze, kunnen ze niet meer niet aanspreekbaar, soms wel. Deze keer was die manier, Toontje Benz, was wel aanspreekbaar. Toen meneer Benz, okay. Toontje Benz, ja. Hij is overleden. Mm-hmm. En toen, hij krijgt eigenlijk, de priester zegent hem, hè, maar ik kreeg van hem een zegen. Hij heeft mij op het eind 3 keer gezegend. Okay. Hij zei, wij zullen in de hemel ontmoeten, zei hij. Ja. Ik vond het een heel bijzonder ervaring. Ja. En zelf nog een mevrouw Verscheuren. Ze lag in Castella in Kuik. Mm-hmm. Zelf een lang gesprek. Ze heeft alles verteld over dingen. Dan de familie heeft een rozenkwekerij in Haps. Mm-hmm. En ik zei, oh, ik houd van rozen, heb ik gezegd. Oh ja, ik wil ook ergens in mijn tuin rozen planten, heb ik gezegd. Ja, doe maar rustig. Geef mij een zegen daarvoor, zei zij. Ja, dus iedereen. Zo, ik heb zoveel zegen gekregen. Ja, dus dat iedereen ontvangt wel heel hartelijk. Als Ja, vanaf het begin hier is het. Kijk, mensen vonden het dat ik te veel zit in mijn werkkamer. Die stoel was eigenlijk niet zo goede stoelen. Mm-hmm. Dan kreeg ik goede bureaustoelen van hen. Oh, wat fijn, ja. Ja. Iemand heeft het een mooi fotoboekje gemaakt van mijn installatie. Ja. Dat is allemaal heel, dat is, heel leuk om. Ja, mensen zijn wel echt met u bezig en dat u hier gekomen bent. Dus. Ja. Ja. En hoe ziet zo'n dag er eigenlijk uit voor u? Dat vroeg me ook wel af. Want ik ben dan hier de pastoor, maar
ja, wat doet er dan als ze opstaat? Wat moeten we daarbij indenken? Ja, ik sta op ongeveer half zeven, zeven uur sta ik op. Hè. Dan alle die ochtendrituelen. Bidden. Als ik op tijd ben, dan anders doe ik later. Mm-hmm, ja. Ochtendgebed, dat heb je wel. Rond 8 uur ontbijten. Dan 9 uur begint de secretaresse komt hier. Mm-hmm. Dan begint hier allemaal een beetje te lopen, zeg maar. Iemand gaat bellen of iemand binnenkomt voor een misintentie op te geven. Of mij iets te vragen. Of heb ik een afspraak met iemand. Je komt binnen. Of was ik ergens naartoe. Zo is het zo. 10 uur, kwart over 10. Drinken we koffie als ik hier ben. Met de mensen hier zijn. De medewerkers. Mm. Of de vrijwilligers. Dan is het zo snel. 12 uur, hè? Ja, de ochtend gaat snel. Dus. Zo is het, ja, snel. Ja. 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 Meestal probeer ik een week twee of drie mensen op bezoek te gaan. Mm-hmm. Zo dan. Waar mensen op bezoek gaan? Wat bedoel je? Mensen die thuis zijn, ouderen of de parochianen. Mm-hmm. Een keer gewoon om een gesprek te hebben, om met hen een praatje te maken. Ja. Zo, ja. Oké. En dus eigenlijk elke dag ziet er dan ongeveer zo uit? Ja, ja. Ja, oké. Ja, en werkt ook samen met de pastoor Bas van Dijk, die helpt ook heel veel. Hoe is die samenwerking? Gaat dat goed? Ja, dus in principe gaat het heel fijn, goede samenwerking. Hij is niet zo moeilijk, hè. En wij staan ongeveer in dezelfde lijn, zeg maar, in onze opvattingen. Ook niet zo moeilijk, hè. Conservatief of... daarom is het ongeveer hetzelfde, we hebben ongeveer dezelfde ideeën, overtuigingen. Daar is het makkelijk om. Ja, en wat zijn dan dingen waar u dan hulp voor nodig heeft van Bas? Wij doen in principe alles samen. Wij hebben ons werk verdeeld. Er zijn 5 dorpen. Mm-hmm. Langeboom, Wilbertoort, Sint-Hubert, Habs en Mil. So, wij hebben een beetje dorpen een beetje verdeeld als werkgebied, zeg maar. Voor Habs en Langeboom. Bas is de eerste aangewezen persoon. Mm-hmm. Voor Mil, Wilbertoort en Sint-Hubert, dan ben ik de eerste aangewezen persoon. Ja, op die manier. Ja, oké. Okay. Maar helpt hij bijvoorbeeld ook met preken voorbereiden? Of? Want Nederlands is niet uw eerste taal. Toch? Mm. Nee, ik heb mensen ervoor om van mijn teksten te corrigeren. Zo dan, in principe maken we een eigen preken. Want mm-hmm. Als wij dezelfde preken doen, dan is het dezelfde. Dan, als ik zijn teksten moet preken of mm-hmm. spreken, dan is het moeilijk. Hè? Ja, snap ik. Daarom is het... in principe doen we niet samen. Die voorbereidingen doen we niet samen. Zeg maar. Maar hoe bereidt zich daar dan op voor? Want ja, dat is natuurlijk in een andere taal. Ik kan me voorstellen dat er misschien wat meer tijd voor nodig is. Ja, ja, ja. Ja, dat klopt wel. Maar meestal, ik lees alleen, heb ik van de bron dingen, Nederlandse bronnen, zeg maar. Mm-hmm. Dus daarbij moet ik ook mijn ideeën inbrengen. Zo, er zijn hier teksten of overwegingen, mm-hmm. hulpmaterialen mm-hmm. voor elke week, zeg maar. Dus voor afgelopen week was de zesde week door de zesde zondag door de week, zijn ze. Ze hebben teksten ervoor en die overwegingen zijn er, hulp. Sommige dat even lezen, dan wat het goed past in mijn ideeën, wat wil ik zeggen, dan zo moet ik allemaal een beetje op een rijtje zetten. Zo, dat duurt wel, dat is mijn grote uitdaging elke week. Ja. Zo, dat is... Oké, ja. Dus dat is wel inderdaad... Als mijn preek nog niet klaar is, dan ben ik
niet rustig, zeg maar. Dat blijft iets... Kan ik me voorstellen. Ja. Want hoe lang bent u daar dan mee bezig, één preek voorbereiden? Ja, dat heb ik zeker 3 of 4 dagen nodig. Oké. Dat heeft wel goed de beste voor, dus dat is ook wel iets positiefs. Ja. En hoe lang bent u eigenlijk van plan om hier in Meel te blijven? Ja, ik ben hier naartoe gezonden. Dan ben ik hier. Dan ik laat het aan die bisschop en de mensen die daar betrokken zijn. Of hen. Ik weet niet hoe lang ga ik hier blijven. Zolang als het nodig is of zolang het mag, ga ik hier blijven. Ja. Elke keer mijn verblijfsvergunning, het is mijn contract moet verlengd. Mm. Nu heb ik contract tot 2025. We zullen kijken wanneer of het verlengd moet worden. Ja, oké. Okay. En de bisschop die beslist dus wat er dan daarna gebeurt. Ja. Is er nog een plek waar u naartoe zou willen? Of? Oh, ik heb in principe geen zo'n wens, zeg maar. Ik vind het mooi hier. Zo'n plek als een mil kan ik altijd me thuis voelen. Ja. Zo. Ja, dat bevalt wel hier, denk ik zo. Ja. Oké, okay. En ik las ook nog in een interview met de Gelderlander dat we elke maand, of elk jaar een maand terug willen naar India. Mm. Staat die reis al gepland voor dit jaar? Nee, eigenlijk ging ik elk jaar rond deze tijd in februari naar India. Mm-hmm. Maar dit jaar is het vanwege die omstandigheden. Rondom corona is het nog moeilijk. Mm-hmm. En ook omdat ik net hier begonnen ben, dan wil ik ook hier een beetje concentreren. Alles een beetje organiseren van dit jaar. Dan kijk ik misschien in dacht ik in mei, maar dan in mei, juni heb ik weer het vormzaal, eerste communie, voorbereidingen, dat soort dingen. Mm-hmm. Misschien daarna, in augustus misschien. Ja, oké. Okay. Dat is mooi in de zomervakantie, maandje terug naar India. Ja. En is er ook nog iets wat het ten slotte nog wil zeggen tegen de inwoners van onze gemeente? Ik zou zeggen, het is... het zou fijn zijn om heel veel dingen... samen doen, hè. Mooie activiteiten. En we hebben vertrouwen nodig. Hè. Kijk, ik zie heel veel ouderen in de kerk en met hen heb ik meer contact, maar niet met de jongere mensen. Zo, ik zou het heel fijn vinden om met alle groepen te werken en iets organiseren. Ja. En vaak zien, hè. Ja. Kijk, ik ken niet zoveel jonge mensen als jij. Nee. Ik zie... nee, dus die zouden nog wel wat beter willen leren. Ja, we moeten eigenlijk die vertrouwen, vertrouwdheid met elkaar, moet het wel groeien. Dus ik zou het goed vinden dat er zoveel mensen in de kerk komen. Dat is... geloof... Ja, dat is niet zo vanzelfsprekend om te geloven. Mm-hmm. Maar dan met samen groeien als een vriendschappelijke en betrouwbare gemeenschap. Hè? Gezellig met elkaar zou fijn zijn. Ja, oké. Okay. Ja, nou, dat zou inderdaad wel mooi zijn als alle generaties wat meer met elkaar omgaan. Ja. Oké, nou dan... wil ik u heel erg bedanken voor uw tijd. Graag gedaan. En nog heel veel succes hier de komende maanden. Dank je wel.